Welkom op mijn YouTube-kanaal, mijn naam is Leroy en ik ga de open maand reading doen voor het sterrenbeeld Boogschutter. Herken jij je er nou in? Dat is helemaal prima. Herken jij je er nou niet in? Dat is ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maand reading is en deze loopt van 1 oktober tot en met 31 oktober. En rondom begin november komen er weer nieuwe readings online te staan. Dus we gaan kijken van... voor jouw boogschutter, van hoe gaat het met jou in deze tijd? Voel jij je goed? Voel jij je verbonden? Of juist helemaal niet? Hoe staat het ervoor met je werk, je carrière, je relatie, liefdesleven, wat dan ook? Je ontwikkeling? We gaan het zien in de open maandreading voor de boogschutter. Oké. Boogschutter, als eerste krijg je de kaart van de magier. Wat wil zeggen dat jij steeds meer het een en ander voor jezelf wilt gaan creëren, manifesteren, anders wilt aanpakken, doorbraken wilt maken, dingen anders wilt gaan bekijken. Sta je steeds sterker in, durf daarin dan ook je stappen te nemen, boogschutter. En onderschat jezelf niet, want de magier kan creëren, manifesteren wat hij of zij zelf wilt. Hard aan het werk. Heel duidelijk wil je bepaalde dingen nog meer bereiken of uitwerken. Stappen nemen, uitdagingen zoeken. Er gaat steeds meer ontwikkelingen komen, boogschutter. Hou die kracht en energie ook vast. Misschien wil je in je eigen bedrijf een doorbraak maken. Of in het bedrijf waar je werkzaam bent. Of misschien wil je totaal iets anders. Heb er vertrouwen in en weet dat het steeds meer naar voren gaat komen. De kaart van de dood krijg je op zijn kop wat staat, dus heel duidelijk boogschutter voor een vorm van transformatie in jouw energie. En dat je er dus heel duidelijk steeds meer op uitkomt om werkelijk in meerdere stukken een nieuw begin te kunnen gaan maken. Misschien wat bijleren, misschien nog wat studies doen, misschien wat informatie opdoen als je dat nodig hebt. Om... je financiën misschien wat meer bij te werken. Om misschien iets meer binnen te kunnen halen naar de toekomst in. Durf dan dit te gaan doen. Durf het boek open te slaan. En ja, het een en ander te leren en te ontwikkelen. Is op zich nooit verkeerd als je daar stappen in zet, lijkt mij. Weet dus ook heel duidelijk, boogschutter, dat je daar de kracht voor hebt. Misschien even extra verbinden met andere vuurtekens. Ram, leeuw of je eigen boogschutter. Deze mensen kunnen jou ook misschien extra helpen om over een bepaalde drempel heen te komen. Dingen alles aan te pakken, uitdagingen te zoeken. Niet verkeerd. En vasthoudend. Ja. Vasthoudend in waar je mee bezig bent. Je hebt zoiets van, hey, als er een muur is en ik moet er doorheen, dan ga je doen, boogschutter. Je gaat er doorheen of er overheen, maar je gaat je stappen nemen. Je laat je niet meer in de energie, wat ik hier heel duidelijk zie, boogschutter. Niet meer tegenhouden. Dus hou die kracht in jezelf vast. En dat brengt je dan vanuit ook steeds meer. En in jouw gevoelswereld, Kelkaas, gaat een totaal nieuw begin komen. Gaat een hele nieuwe ervaring komen. Een hele nieuwe ontwikkeling. Waar je misschien langer op hebt gewacht. Of waarin jij dan ook merkt van dat er steeds meer binnenkomt. Durf dat gevoel daarin ook te volgen en meer te ontwikkelen. En laat je niet meer vastzitten. Misschien zit je nog een beetje vast. Weet dat de zwaarden achter je hangen als bescherming ook. En dat jij daar heel makkelijk uit los kan maken. En voor jezelf heel makkelijk ook een nieuw begin kan gaan maken, boogschutter. Dus zet daar jouw stappen dan ook in. Want je krijgt daarbij natuurlijk de kaart van het succes. De rat van de fortuin. Wat wil zeggen, er komt steeds meer succes binnen. Heb er vertrouwen in en weet dat het ook in orde komt. Dus hou je doelen scherp voor ogen. Hè? Pijlenboog gespannen, om het zo maar even te zeggen, boogschutter. Schiet raak en haal daar dan jouw juiste ding ook voor jezelf meer uit. Erg belangrijk om zo door te gaan. Hartstikke mooi. Goed, dan gaan we door naar de boogschutter die single is. Sta je open voor de liefde, boogschutter? Of heb je zoiets van, nou, hè, ik heb de tijd en ruimte voor mezelf meer nodig. En ik wil het even helemaal niet, ook dat zou kunnen. Of sta je open voor een nieuwe vorm van liefde? En is het ook al binnen aan het komen en ben je misschien verliefd geraakt? Ook dat zou kunnen. Nou,
We gaan eens hier voor de boog zetten of het single is. Oké, boogschutter, ook jij wilt wel je energie steeds meer laten zien, steeds meer ondernemen, je wilt je gevoelswereld steeds meer aan bepaalde dingen openen, veranderingen maken. Oké, hartstikke mooi, je gaat er en zo door, laat je niet tegenhouden. Ga voor de nieuwe vorm van relatie, ga ook meer daarvoor in verbinding staan met je innerlijke kind. Misschien nog wat meer spontaner zijn, wat meer blijer zijn, wat meer open zijn. Misschien vind je ook wel heel erg belangrijk om een wat jonge persoon in de energie te treffen. Iemand misschien wel een jonge of frisse geest. Ook dat kan je veel brengen. Maar geef goed je grenzen aan. Dat is altijd een heel belangrijk boogschutter ook voor jou om je grenzen aan te geven. En je vindt het belangrijk dat de persoon jou ook het een en ander brengt. Financieel, materieel. Je hebt niet zoiets van dat je het een en ander weer wilt gaan geven of wilt gaan investeren te veel naar anderen. Want dat zou je dan ook weer teleur kunnen stellen. Dus daar ga je ook veranderingen in maken, boogschutter. Durf dat dan ook meer te doen. En je hebt zoiets van, ik moet ook vrij voelen. Je wilt vrij zijn. De gehangen op zijn kop. Een relatie misschien gehad waarin jij vast zat, waarin jij werd onderdrukt. Of een bepaalde druk te veel op lag. Wil je niet meer, je wilt vrij zijn, je wilt je vrij voelen. En je hebt zoiets van, hij of zij moet zijn of haar eigen dingen doen, en dan doe ik het ook. Maar wel uiteindelijk in de energie van samen uit, samen thuis. Daarin laat natuurlijk Cupido zich zien. Hele leuke kaart vind ik dit. En dat wil zeggen, staven of... Aas van Kelken, het gevoel, er gaat een nieuw gevoel ontwikkelen. En het kan zijn, boogschutter, dat jij het toch gaat verbinden met een waterteken. Vis, kreeft, schorpioen. Water en vuur is best wel soms ook wel wat moeilijk, maar het kan ook heel veel creativiteit, warmte en positiviteit ook op een andere manier brengen. Durf voelen ook als je de nieuwe vorm van relatie krijgt, situaties ook heel erg van bovenaf te bekijken. Met je grenzen daarin aangegeven en dan... Zal je zien boogschutter dat je steeds meer in je geluk gaat komen. En daarop krijg je natuurlijk ook dan de kluizenaar op zijn kop. Dus je gaat niet meer in die verbinding willen staan van om alleen te blijven. Nee, je gaat je opnieuw verbinden en opnieuw verliefd raken en een nieuwe relatie aan te gaan. Misschien is het iemand die je al kent of iemand die je nog gaat ontmoeten. Denk er eens over na, boogschutter. Maar weet dat het wel in jouw energie en in jouw leven wilt gaan binnenkomen. Dus heb er vertrouwen in. Mooi. Goed, we gaan door naar de boogschutter en een relatie. Voel jij je daar een verbonden boogschutter in jouw relatie? Of heb je zoiets van, ik voel me alleen. Ik ben veel dingen voor mezelf eerder gaan doen en aan het regelen. En het schiet eigenlijk niet op, ook dat zou kunnen. Of staan jullie sterk in verbinding met elkaar? Boogschutter en relatie. Eén keer. Oké, kaart op zijn kop. De duivel. Waarschijnlijk beide in jullie relatie. Mensen losgelaten waar je niks meer mee konden. Waarvan jullie voelden van, deze waren een bedreiging of deze stonden te veel tussen ons in. Soms moet je loslaten uit liefde en heb je deze mensen niet meer nodig. Is er misschien nog iets wat speelt? Is er iets waar je goed over na moet denken? Ook inderdaad om dan keuzes te maken, stappen te maken en dat achter jullie te laten. Want de tweede kaart staat namelijk voor de levenstuin. Voor even goed, voor even warmte, voor even positiviteit. De vlinder staat voor transformatie, ook een nieuw begin te maken in de relatie. En steeds een andere vorm van opbouw te maken. Wat jullie heel duidelijk verdienen. En je ziet, er zijn naar mijn beeld, wat ik hier zie, nog misschien mensen om jullie heen. Die stiekem zijn. Die niet te vertrouwen zijn. Ga dan daar keuzes in maken. Ga daarin mensen loslaten. Boogschutter. En maak dan doorbraken samen. Misschien ben je ook doorbraken willen maken op werk of carrièregebied. Een verandering kan je dit voorstaan. Misschien wil de een wat meer werken en de ander wat minder. Misschien wil je wat meer ruimte geven. Is iets om over na te denken, boogschutter en relatie.
maar laat niet meer de mensen toe wat jullie hebben losgelaten. Mensen die niet zijn te vertrouwen, willen misschien weer terug gaan komen. Doe je dat wel, krijg je misschien weer ellende. Je krijgt nu de toren op zijn kop, maar laat je ze toe koud zijn dat die kaart zich weer draait. Dat jullie weer zwaarte gaan krijgen in jullie relatie. Dus laat het niet toe en geef je goed jullie grenzen en aan. Erg belangrijk. En neem dan beide jullie keizerrijk in. Sta ervoor, houd het vast. Dan weet dat jullie dat ook steeds meer brengt. En ook in de energie naar elkaar toe. Het geven aan het ontvangen. En niet meer ervoor zorgen dat het een en ander nog aan jullie gaat blijven knagen. Dit hebben jullie niet nodig. Mag losgelaten worden, boogschutter en relatie. Oké. Belangrijke punten om even heel goed naar te gaan kijken. En samen jullie stappen in te gaan nemen. En dan krijg je ook inderdaad de bekerskoningin. Komt alles ook op zijn pootjes terecht. En is alles ook gewoon goed in orde. In alle vormen van rust en balans, boogschutter. Dus kijk daar goed even naar. Zet jullie stappen en heb er vertrouwen in dat het dan ook vandaar uit naar mijn beeld, boogschutter, steeds meer in orde gaat komen. Wat ook gewoon belangrijk is ook om dat samen vast te houden. Mooi, duidelijk, goed. Boogschutter, stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daar neem ik dan een orakelkaart en dat is je antwoord. Dus boogschutter, stel je vraag. Het antwoord voor de boogschutter is, doe ik even terug, dat was me iets te snel. Nou, tweede kaart, hop, gaat heel snel allemaal blijkbaar bij jou. Dus heb je geen tijd, kan. Ruimte maken. Ruimte maken voor dingen. Misschien heb je te veel dingen om je heen, dat je zegt van, dan moet ik eigenlijk opruimen, of dan moet ik loslaten, of misschien bepaalde contacten, wat ik al zei. Of misschien in jullie huis, misschien willen jullie verhuizen, of wil jij verhuizen, of wil je ruimte maken in je werkgebied. Hele belangrijke kaart. Opruimen, geef ruimte voor andere dingen, voor nieuwe inzichten en antwoorden. Ga je daarop richten, boogschutter, zet bepaalde stappen en durf dus dan letterlijk ruimte te maken. Dit is het antwoord op je vraag en durf dit te doen en weet dat het dan uiteindelijk steeds meer positiviteit en verandering gaat brengen. Oké, mooi. Duidelijke reading van jou, boogschutter. In ieder geval bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond en laat hieronder even natuurlijk een reactie achter. Vergeet je dan ook even natuurlijk niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer, hoi hoi!